natuurlijk een kwalijke zaak. Want voor zo'n kind is dat een schok. Een ernstig misdrijf in een speeltuin in Beest. Een meisje van 14 is misbruikt door een man. Een man uit Zuilichem schrok hevig toen er opeens een auto in zijn woonkamer stond. En Edward Gal mist zijn paard Totilas, maar mist hij ook de gouden medaille. Dit is het nieuws van maandag 13 juni. Goedenavond. Het dorpje Beest bij Geldermalsen is opgeschrikt door een ernstig misdrijf. Een meisje van 14 werd afgelopen zaterdag in een speeltuin het slachtoffer van een zedendelict. Wat er zich precies heeft afgespeeld, dat wil de politie niet zeggen. De zaak is in Beest het gesprek van de dag. Natuurlijk een kwalijke zaak. Want voor zo'n kind is dat een schok, een shock. Rond de speeltuin aan de Groenzoom in Beest wonen vooral oudere mensen. De meeste omwonenden weten niet precies wat er is gebeurd, maar zijn wel flink geschrokken. Ook de politie neemt de zaak hoog op. Zonder meer omdat het een kind betreft van 14 jaar. Sowieso een zedendelict is een zeer ernstige inbreuk op de veiligheid van mensen. Dus we hebben daar ook alle prioriteit aan gegeven. De politie heeft een compositietekening van de verdachte verspreid en roept getuigen op zich te melden. Tot nu toe echter zonder resultaat. Maar er is altijd hoop. Zo vertelde een buurtbewoonster ons dat ze enkele dagen geleden bij de speeltuin werd geconfronteerd met een potloodventer. Die man die stond, hey, riep hij of zoiets. In ieder geval, hij riep wat. En hij stond van onder helemaal bloot, tot aan de knieën. Hevig ontdaan ging de vrouw er vandoor. Wat moet je dan? Ik was helemaal over en denk. Pff. En toen ben ik hier ingevlucht, hè, min of meer. Want hun zaten buiten, dus ik denk, daar ben ik in ieder geval veilig. Het voorval was nog niet bij de politie gemeld, maar die wil hier natuurlijk graag meer over weten. Dat soort meldingen, daar zijn we natuurlijk zeer alert op. En we willen ook graag met die mevrouw spreken. Dus ik hoop dat wij in ieder geval na deze uitzending snel contact met haar kunnen maken. De 75-jarige Govert Hobo uit Zuilichem kreeg gisteravond de schrik van zijn leven. Hij zat voor de televisie toen plotseling een automobilist zijn huis binnenreed. Opeens werd het donker en vulde een grote stofwolk zijn woonkamer. Dat ze trekt een beetje weg en ik kijk zo. Ik zeg, verrek, mijn televisie is weg. Alles, kast en heel de rotzooi, alles was overhoop gereden. Dat was allemaal naar binnen geslagen. De gevel stortte gedeeltelijk in en is later gestut. Govert Hobo bleef ongedeerd. De automobilist raakte wel gewond. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Bloedonderzoek moet uitwijzen of de bestuurder had gedronken. Het werd de Battle van Harskamp genoemd. Het NK-dressuur gisteravond in De Steeg. Want wereldkampioen dressuur Edward Gal uit Harskamp moest het opnemen tegen zijn eigen partner Hans-Peter Minderhout. Gal rijdt een goede kuur. En dan is het de beurt aan Minderhout. Gal houdt de verrichtingen van zijn concurrent en partner nauwlettend in de gaten. Gal ziet het gebeuren. Minderhout houdt zijn voorsprong vast en wordt Nederlands kampioen. Maar van jaloezie is geen sprake bij Gal. Hans-Peter Minderhout. Maar ik vond het alleen maar heel mooi. Ik vond dat hij erg goed reed. En met de nieuwe kuur. En ik was gewoon benieuwd hoe het dan in zo'n stadion klonk. En ik moet zeggen, het zag er allemaal heel goed uit. En hij heeft echt verdiend gewonnen. Je stond ook te lachen en te gebaren. Maar tegelijkertijd kan ik me voorstellen dat je zoiets hebt van, nou, klein foutje. Een klein foutje. Nee, daar had ik geen last van. En ik denk ook niet dat zo werkt. En ja, de beste man wint. Of is het de meest gedrevene? Ja, goed, hij heeft hem al verschillende keren gehad. Dus ik was er wel best wel op gebrand deze keer zelf te winnen. Het was wel een keer jouw beurt. Ja, dat vond ik wel, ja. En dus mag Minderhout het hoogste trapje opstappen bij de prijsuitreiking. En bij de ereronde rijdt hij nu eens voorop. Om het Gelderse feestje compleet te maken, werd Marlies van Balen uit Brakel derde. En het draait bij Outdoor Gelderland al jaren om de paardenkrachten. En om dat te onderstrepen werd dit jaar een rally aan het programma toegevoegd. En met succes. Er was een groot aantal oldtimers te bewonderen in en om De Steeg.
Dit is wat je mag verwachten tijdens Outdoor Gelderland. Maar dit kan natuurlijk ook. PK's zijn nou eenmaal gewoon PK's. Deze beestjes zijn alleen wat ouder dan een jaar of 10. En, hoe fraai het uiterlijk ook, soms is dat ook te zien. De een gaat wat langzaam. De ander kan alleen vooruit. En een derde hoort duidelijk meer thuis op een lange, rechte asfaltweg. Dus eigenlijk meer voor de show, dat ik hem zo gemaakt heb. Maar ik kreeg de vraag of ik meer wou doen. Met een classic tour rally. En dat wil ik een keer proberen, dus dat is de eerste keer voor mij. Het is meer een showauto. Deze auto die weegt bijna 2,5 ton. Dus hij is eigenlijk te zwaar voor de snelle bochten en het afremmen en optrekken. Dus het is geen echte rallyauto. Eenmaal op hun stek achter de coulissen worden de bolides uitgebreid bewonderd. En aan elk ervan zit wel een verhaal. Dit monster bijvoorbeeld kunt u herkennen uit een film. Helemaal nagebouwd van de auto van een film van Gone in 60 Seconds. En er zijn er 3 van in Nederland dus. Dus wel een uniek item, zeg maar. En dit fraaie exemplaar is een Cadillac 62 Convertible uit 1953... en nog van een filmster geweest. Uniek in Nederland. Een bijzondere auto. Rijden nog weinig. In Amerika zijn ze er wel nu en dan, maar in Nederland is het uitzonderlijk. En deze maakte zijn rallydebuut. Ging kapot, reed toch door en kwam bijna te laat bij de laatste proef. Het gevolg, in plaats van precies 30 seconden over deze simpele proef doen, worden de instructies genegeerd en is hij in 15 seconden afgeraffeld. Inclusief verboden slippende banden. Dat was een beetje wat misging. Maar was wel lachen op zich, denk ik, voor de omstanders. En verder gaat het eigenlijk heel goed onderweg, behalve dan dat de accu leeg was. Volgens de laatste berichten was de Keven op tijd uit de bak voor de finale van de springruiters. In veel plaatsen is de Harley-dag afgelast omdat gemeenten bang waren voor ongeregeldheden. Maar in Apeldoorn ging het vandaag gewoon door. En zometeen ziet u hoe de dag verlopen is. Het is weer rustig in de Cognierstraat in Nijmegen, waar zaterdagnacht bij een schietpartij een vrouw om het leven kwam. De schermen die rond haar woning stonden om inkijk te voorkomen zijn verdwenen. De politie zegt dat het huis nog wel steeds onderdeel is van het onderzoek. In diezelfde nacht is op nog 2 plekken in Nijmegen geschoten. Hierbij raakte 1 man gewond. 2 mensen zijn aangehouden. De Rabobank heeft beslag gelegd op spullen van de stichting Zweefvliegers Terlet. De stichting zou een schuld van 3 ton hebben bij de bank. Auto's en lieren zijn meegenomen en 14 zweefvliegtuigen zijn opgeslagen in een verzegelde hangar. Het stichtingsbestuur spreekt van een trieste zaak omdat het geld voor de schuld zo goed als binnen was. 14 Gelderse kastelen openden de poorten voor bezoekers tijdens de landelijke dag van het kasteel. Zo waren er diverse activiteiten. Bij Paleis Het Loo konden belangstellenden het dak op om te genieten van het uitzicht over de paleistuin. Een jongen van 16 uit Gent is zaterdagavond in Bemmel in zijn gezicht geschoten met een paintballgeweer. Hij hield aan de klap een dikke bult over. De jongen werd volgens de politie beschoten vanuit een woning. De 18-jarige schutter en de eigenaar van het paintballgeweer zijn aangehouden. Ganzen moeten niet worden afgeschoten. Dat zegt Stichting Compassion in World Farming uit Nijmegen. Samen met nog 23 andere dierenorganisaties hebben ze een brief geschreven aan staatssecretaris Henk Bleker van Landbouw. Bleker wil de vogels laten afschieten omdat grote groepen ganzen voor veel overlast zorgen. Volgens de dierenorganisaties blijft de populatie toch wel groeien omdat ons land een goede vestingsplaats is. Het nieuws uit Gelderland. Actueel, compleet en betrouwbaar. U vindt het op omroepgelderland.nl. Ruim 2000 honden van meer dan 225 verschillende rassen waren de afgelopen dagen in de Rijnhal in Arnhem te zien. De ingeschreven honden komen uit diverse landen en worden gekeurd door een internationaal korps van keurmeesters. Vandaag was het de beurt aan de junioren onder de hondentrainers. Het gaat er niet alleen om of je als hond mooi bent, maar je moet ook doen wat er van je verwacht wordt. Het gaat om, zoals dat heet, het totaalplaatje van hond en baas. Ook de hond gaat aan de kaptafel. Ongeveer 2 uur. 2 uur? Ja. En hoe lang ben je 's ochtends zelf bezig om je haar te kammen? Een kwartiertje.
Dit jaar is het speciaal feest. 25 jaar junior handling, zoals deze hondensport heet, in Nederland. Dan wil je natuurlijk goed voor de dag komen. Trainen, trainen en nog eens trainen. En dus loop je veel meer rondjes met de hond dan alleen bij het normale uitlaten. Het moet echt een team zijn. Die klik moet er zijn. Kijk, als die klik er is, die hond wil voor je werken. En dan kun jij ook met die hond werken. En zo waren aan het eind van deze laatste dag in Arnhem de echte raspaardjes, sorry, rashonden, te bewonderen. In Arnhem werd hij 2 weken geleden nog afgelast vanwege angst voor ongeregeldheden tussen rivaliserende motorclubs. Maar in Apeldoorn is de Harley-dag vandaag gewoon doorgegaan. En dus staat het centrum van Apeldoorn vandaag in het teken van blinkend chroom, brullende motoren en stoere en noestkijkende motorrijders. Maar in Arnhem ging de Harley-dag onlangs niet door. Op het laatste moment besloot burgemeester Krikke het festijn af te blazen. Er werd gevreesd voor een confrontatie tussen de Hells Angels en de van oorsprong Molukse motorclub Satudara. Ik geloof niet dat die met elkaar gaan vechten als er 20.000 man publiek loopt. Met al die getuigen. Dus ik denk dat het allemaal angst voor niks is. Als iedereen zijn respect voor elkaar bewaart, dan is er niks aan de hand. En wat bent u bang dat het hier ook fout kan gaan? Nee hoor, het is zo'n goede organisatie. Niks aan de hand. En dus kan het Apeldoornse publiek zich vandaag vergapen aan de duurste en mooiste motoren. Wat maakt dat nou zo mooi? Nou, al het glimmende werk, hè. Heeft u er zelf ook, hè? Helaas, nog niet. Dat is wel de bedoeling, maar nog een toekomstdroom. Deze Harley Davidson is een bijzonder exemplaar uit 1924. Ja, volgens de eigenaar zit zelfs de originele lak er nog op. Andere Harleys springen gewoon in het oog omdat ze opvallend zijn. En bij al dat moois hoort natuurlijk ook rauwe rockmuziek. Maar waar het hier vooral om draait is zien en gezien worden. Op een Harley Davidson wel te verstaan. Waarom geen Honda? Dat is geen motor, jongen. En is een motor een Harley. Ja, dit is gewoon voor ons kicken en een aparte wegenvrij. En dan nog het weer. Daarvoor gaan we naar Wageningen, naar Renier van den Berg. Na een mooie eerste Pinksterdag kondigde sluierbewolking in deze vorm gisteren in de namiddag en avond ander weer aan. Er kwam een front aan, maar eigenlijk viel het allemaal wel mee. Inderdaad, vanochtend viel er een beetje regen en motregen. Voor de rest veelal droog weer, een beetje zon. En watersporters, surfers konden genieten van een matige zuidelijke wind met in de middag temperaturen plaatselijk dicht bij de 20 graden. Op de satellietanimatie zien we dat grote wolkengebied hier klaar liggen. Dit was gisteravond en het trekt dus in een zuidwestelijke stroming Europa binnen, lost tegelijkertijd wel wat op. Maar we zitten er nog enigszins onder. Morgen zitten we in de brede opklaringen aan de achterzijde van het front. Dit was het beeld van de middag. Een paar dunne plekken van tijd tot tijd waar de zon doorheen scheen. Maar verder dus vrij veel bewolking tot ver in de middag. En ook vanavond is het nog veelal bewolkt in Gelderland. Soms een strook met een enkele opklaring. Misschien een enkel spatje regen vanavond plaatselijk. Maar voor de rest een droge avond en nacht met later van het westen uit weer een paar opklaringen. Minimumtemperaturen 13, 14 graden en een afnemende naar west ruimende wind. En morgen een mooie zomerdag met vorming van wat vriendelijke stapelwolken, maar redelijk wat blauw aan de lucht. Wordt een mooie en droge dag met aangename temperaturen. In de middag met geregeld zon en dus wat stapelwolken. Temperaturen in de grote orde van een graad of 20 tot 22. Vriendelijk zomerweer bij een zwakke tot matige west- tot noordwestenwind. En na morgen is het ook woensdag droog weer. Zonnige periode, maar zeker ook wel wat wolkenvelden. Relatief warm, een graad of 23. En dan donderdagmiddag van het westen uit flinke buien. Maar ervoor uit wordt het nog een graad of 22. Vrijdag is weer een droge dag. Zaterdag is weer een dag met flinke buien. En dan wordt het echt frisser. We gaan terug naar een graad of 18. En tot zover deze uitzending, waarin u zag dat mensen in Beest zich grote zorgen maken. Zaterdag is een meisje van 14 in een speeltuin misbruikt. En een man zat niets van boel op tv te kijken toen opeens een auto zijn huis inreed. Het gebeurde in Zuilichem. En dat was het voor deze tweede Pinksterdag. Ik wens u nog een fijne avond.